Op het kartingcircuit van Genk rijden 12 bekende Vlamingen een rondje tegen de tijd. Elke week wordt er een duel uitgevochten, de winnaar gaat door en de snelste van allemaal wordt uiteindelijk de vliegende Vlaming. Vandaag bijten beachvolleybalsters Lisbeth van Bredam en Lisbeth Moeha de spits af. Ah ja, dat is juist. Beachvolleybal speel je doorgaans in de zon. Lisbeth en Lisbeth, welkom op deze zonnige dag. Tja, het was alleszins een moedige poging, maar als je paraplu slaat, dan moet je wel naar binnen. Lisbeth en Lisbeth, welkom. Dit is iets beter dan buiten, vind ik persoonlijk. Het is echt slecht weer. Het is heel harde wind, het is heel veel regen, er staat veel water op de baan, dus het is eigenlijk totaal geen weer om een racewagen over een circuit te laten rijden. En we gaan het toch doen vandaag. Speciaal voor jullie, omdat jullie naar hier gekomen zijn. Ja. Zijn jullie bang van de regen of de nattigheid in de wagen? Nee, ik ben bang van Lisbeth. Nee, we kunnen wel tegen een stootje. Met welke wagen rijden jullie zelf? Nissan Qashqai. Ah, ja. De wagen waar jullie nu mee gaan rijden, dat is de Abarth. Dat is het snelste model van de Fiat 500. 160 pk, denk ik, voor 900 kilogram. Dat is echt een heel licht wagentje. Dus daar kunnen jullie bijzonder snel mee door de bochten en dat gaat bijzonder goed vooruit. Jullie zijn een team, een volleybalteam. Jullie zijn gewoon om samen te werken. Vandaag is het echt tegen elkaar. Wie wordt de snelste? Wie gaat winnen? Ga jij winnen? Dat is er heel zeker van. Maar ik ben meer van de stille aanpak en dan... Ik ben redelijk competitief ingesteld en ik kom er ook vooruit. Ik hoop dat dat niet eindigt in kletterende ruzie. Maar ik zal jullie nu uitnodigen om jullie te gaan kleden. We hebben alles bij, dus om een echte racepiloot te voorzien. Van dus handschoenen, helm, pak en zo. Jullie gaan er piekfijn uitzien. Dus ik stel voor dat jullie je gaan klaarmaken. Ja, oké. Dankjewel. Veel succes. Oh, maar ik zit niet uit, man. Wat zwaar, hè? Ik ben zo moe, hè? Ja, maar zit mijn kont er dik in? Nee, man. Kijk eens aan hoe twee lieve dames in enkele minuten kunnen veranderen in twee vervaarlijk uitziende racepiloten. Jeffrey van Hooijdonk, onze autotv-piloot, zal deze brok girl power in goede banen proberen te leiden. Hey, Lisbeth. Ik heb precies schrik. Nee, ik heb mijn handschoen vergeten. Een kleine visbocht. Oh, kom. Ik ben de gasten niet ook zo traag rijden? Nee, maar... Oké, ik heb precies. Een opwarmingsronde, Lisbeth. Ja, ik ben heel voorzichtig. Ja, en dan moeten we eventjes uitschakelen. Nu heb jij wel schrik bij mij, hè? Ja, een beetje wel. Nog harder, hè? Ja, harder. Hé, hey, gas. Harder. Ja, je hebt dat nog gedaan. Wat jij dat? Foei, Jeff, foei. Ik wens Lisbeth alvast. Veel succes. Dank je. Oké, Lisbeth. Klaar. 3, 2, 1. Go! Kom aan. Schatje. Het is ronde van de waarheid. Lisbeth, remmen. Niet uit de bocht vliegen. Je moet remmen, hè. Echt waar, er staat zo'n pedaal in het midden, dat je niet kunt remmen. Gas. Oké, cool. Oké, hier. Niet remmen. Nee, remmen. Je hebt die remmer direct. Oh, dat is een tweede keer dat we maar juist op de baan blijven, liever. Ja, terecht. Dan kun je gewoon goed gas geven. Oké, hier geen risico pakken. Rustig erdoor, kom mikken. En gas. Gas los. Oké. Tot aan dat dingetje wat daar in de weg staat. Oké, hier. Rustig ertussen, hè. En gas. Draaien. Oh, niet. Oh, ja, en gas. Ik denk dat Lisbeth gaat winnen. Nog één bocht. En remmen. Nog remmen. Oh, maar ja, en vol gas. Ik moet wel zeggen, ik had een beetje schrik, want het stond redelijk dicht tegen de baan. Ik dacht, ik wil hem geraken. Ja, dat is hem. Fantastisch. Woehoe. Just 4 keer er niet uitgevlogen. Echt. Ik dacht echt van, daar gaan we. Mooi liedje. Lisbeth is klaar en nu is het aan Lisbeth. Klaar. 3, 2, 1, stop! Een sportieve start. Oké, niet te snel hier, niet te snel, Lisbeth. Oké, we zijn goed bezig. De eerste bocht ging
redelijk goed, denk ik, maar waarschijnlijk nog iets te traag. Ja, oké. Okay. En gas, schoon. Een bocht een beetje aansnijden van buitenuit. En dan... Je voelt soms wel de grond een beetje van onder je naad. Laat de gas. Beetje remmen. Ja, rem los. Snel een bocht. Oké, en rem. Rem. Goed remmen, hè. Ja, en rem los. En volgens. Op het lange rechte stuk lagen die twee rechthoekige moesten. Rustig ertussen, hè. Rustig. Oké, schoon. Gas. Ik denk dat ik die maar met een centimeter gemist heb, dus dat was echt wel heel nip. Oeh, mooi. Een beetje over die bordstenen. Ja, oké. Okay. Mak, goed bezig. En rem. Traag hier, traag. Bad. Nog geen een bocht, kom maar. Remmen. Mai, goed, schat. Als je in de allerlaatste bocht komt, dat is eigenlijk nog wel een van de leukste dingen, want dan kun je gewoon vol een bak gas geven. Volgas, kom maar, we zijn er bijna. En tap! Misschien een beetje dikke nekker als ik zeg dat ik denk dat ik gewonnen heb. Ik weet het niet. Rally zo, echt een rallygevoel. Ik was echt een co-piloot. Zwaan, ja, gas, rem, ga door. Dames, we zijn feilloos naar het podium gezwommen voor het verdict. Wie denken jullie dat er gewonnen is? Lisbeth zal erop antwoorden. Lisbeth denkt zelf dat zij gewonnen heeft. Zelfvertrouwen, uitstekend. Ja. Maar ik denk ook dat zij gewonnen heeft, ja. Ah ja. Gebrek aan zelfvertrouwen. Ook uitstekend. Vertrouwen in mijn partner. Ah, oké. Dus helemaal goed. Jij, Lisbeth, hebt het gedaan. De ronde in 1 minuut, 46 seconden en 14e van een seconde. Amai. Dat is helemaal niet zo slecht in dit natte weer. Lisbeth, daarentegen, jij hebt het gedaan in 1 minuut, 36 seconden en 15e. Dat is zomaar eventjes 10 seconden sneller. Inderdaad, een kort applaus is hier wel op zijn plaats. Een heel kort. Ik heb daarvoor dit hier meegebracht. Dat is helaas niet voor jou, voor de winnares, maar wel voor de verliezer van de dag. Lisbeth, kijk eens. Dat betekent dat we Lisbeth, van Bredam voor alle duidelijkheid, binnenkort terugzien in de halve finale. Tenminste, als we ooit van dit podium geraken. Gaat jij al naar daar en jij vangt mij op. Ja.